Jimmy Ronald Turumang is gisteren officieel beëdigd door president Chandrika Prasad Santokhi als het groot opperhoofd van de Tareno, een trio inheemse stam. Reeds afleggen, zegt u mij na. Zo waarlijk helpen mij God Almachtig. Zo waarlijk helpen mij God Almachtig. Zo heeft Turumang de eed afgelegd. Bij de beëdiging waren behalve de president ook vicepresident Ronnie Brunswijk, leden van het traditioneel gezag en districtscommissarissen aanwezig. Ook nam Gramang Turumang zijn hoofddeksel in ontvangst uit handen van de vicepresident. Brunswijk feliciteerde de inheemse gemeenschap met de nieuw gekozen Gramang. Ik is van jong Gramang en mijn hoop dat hij alle den trio Sagi respect jouw jong broeder, maar gado verkies een lekker Gramang en meki ugi a ondersteuning, ja, meki ugi a ondersteuning dat hij a ontwikkeling voor a gebied voor nu kan komen op gang. De president zei dat de Gramang de volle ondersteuning zal krijgen van de regering, zodat hij zijn taken goed kan uitvoeren. In het bijzonder het behartigen van de belangen van het trio volk. Het staatshoofd gaf aan dat er regelmatig gecommuniceerd zou worden met het inheemse volk en dat de Gramang hierbij als tussenschakel zal functioneren. Gramang Turumang, mitakwa losani en Nederlands. En mi breti dat dat tolk vertaling junu, zodat alles maar kan verstaan. Mi taigi net keba, kan de juna moro jongu Gramang sabe edig. Maar dat wantakki, dat im ap ondersteuning, voor de mansa ap ervaring, voor de mansa ap wijsheid. En tide, iu kerkimang, Domine begigiu. En la san sa yo du, ala roko sa yo du, du en a nemfu masra gado. En samo wosoru dat ontwikkeling moest kon. En you kan reken, tapa ondersteuning voor president, voor vice-president, voor minister voor regionale ontwikkeling en sport en voor her regering ook toe voor de commissarissen, sa jaso tide voor giu ondersteuning en a roko. Het groot opperhoofd is de jongste Gramang in de geschiedenis van Suriname. En heeft onder begeleiding van zijn nuwele grootvader, Ashongo Alalaparu, een stage afgerond ter voorbereiding van deze traditionele functie. De beëdiging vond plaats in het presidentieel paleis.